Nu goedendag dames en heren en welkom bij deze nieuwe video. Nu in deze video ga ik eigenlijk toch wel een veel voorkomende kijkersvraag beantwoorden. En dat is een vraag die ik vooral veel krijg via e-mail, via de Facebook chat, maar ook via de reacties onder de beschrijving van mijn video's. En die vraag die luidt als volgt: kijk, ik heb mijn opleiding gedaan voor de marifoon. Ik heb mij ingeschreven voor een examen marifonie in België bij het BIPT. Nu, het BIPT heeft een vertraging wat betreft de examens marifonie. En hierdoor zijn er lange wachttijden en bijvoorbeeld binnen enkele maanden kan ik ten vroegste, jammer genoeg, mijn examen afleggen hiervoor, dus mijn brevet behalen. Is het toegelaten om zonder marifoonbrevet eigenlijk een radiostation te bedienen? Nu, welkom op dit kanaal, Varen met plezier. Op dit kanaal maak ik eigenlijk vaarvideo's, maar omdat die jammer genoeg niet altijd kunnen doorgaan, maak ik ook zeer veel informatievideo's voor de pleziervaart. Nu, deze vraag is een zeer interessante vraag en ik ga al meteen voor alle duidelijkheid van iedereen dat kijkt het korte, duidelijke antwoord geven op deze vraag. En dat is nee, het is niet toegestaan. Dus zonder een geldig bedieningscertificaat mag jij geen radiostation aan boord bedienen van jouw boot. Dus dat is redelijk belangrijk. Nu, het is ook zeer belangrijk om te weten dat naast jouw bedieningscertificaat als operator van het station, dat ook het scheepstation aan boord van het schip vergund moet zijn. Niet vergeten de vergunning van, met de roepnaam van het scheepstation, want dat is nog een ding apart. Zorg dat dat ding ook in orde is. Maar jij als operator mag dat scheepstation niet gebruiken wanneer u niet beschikt over een operatorcertificaat. Nu, uiteraard is het ook belangrijk dat u zichzelf goed informeert, en ik heb er al enkele video's over gemaakt, dat er ook verschillende soorten operatorcertificaten bestaan. Je hebt operatorcertificaten die voldoende zijn voor de niet-GMDSS-apparatuur. Dus voor apparatuur zonder heel het digitale gebeuren. Ik denk maar aan de gewone analoge marifoon, maar ik denk ook maar aan GMDSS-certificaten die geldig zijn op GMDSS-apparatuur of een specifieke spectrum binnen die apparatuur. Ik denk maar aan een SRC, een LRC, die soorten certificaten voor radiostations bijvoorbeeld te bedienen die voorzien zijn van DSC. Maar om het zeer eenvoudig te houden, deze video, kijk, wanneer u geen marifooncertificaat heeft, en u heeft dat bedieningscertificaat niet, zoals een gewoon VHF-certificaat, die eigenlijk zeer makkelijk te bekomen is, mits u uiteraard natuurlijk uw examen kan afleggen, dan mag u jammer genoeg dat radiostation niet bedienen. Waarom? U wordt niet als bekwaam genoeg beschouwd om dat ding te gebruiken, want er komt ontzettend veel bij kijken. Je moet de kanalen kennen, je moet de radioprocedures kennen enzovoort. En enkel met dat certificaat kan worden bewezen dat u bekwaam genoeg bent daarvoor. Nu, het BIPT, zij hebben een achterstand gehad met COVID-19. Waarom? Zij hebben eigenlijk maar één plaats waar zij examens kunnen afnemen in Brussel. En het probleem met die plaats is dat eigenlijk voor langdurige tijd werd dat als niet COVID-veilig beschouwd, waar dat zij die examens afnamen. Nu, ondertussen zijn ze weer opgestart met het afnemen van examens al enkele maanden, maar uiteraard hebben ze een achteruitgang geboekt. Ze zijn één voor één de mensen die al vooraf een examen ingepland hadden, één voor één weer beginnen contacteren om een nieuw examen in te plannen wanneer dat het mogelijk is. En uiteraard, dat zorgt voor, jammer genoeg, voor lange wachttijden momenteel, zeker met de nieuwe wetgeving in België. Het jammere aan de nieuwe Belgische wetgeving is dat eigenlijk de timing zeer slecht was. Men heeft eigenlijk die nieuwe wetgeving ingevoerd. En welke wetgeving is dat voor de mensen die het zich afvragen? Wel, dat is wanneer u over een vaartuig beschikt in België, of een vaartuig onder Belgische vlag die langer is dan 7 meter, heerst er een marifoonplicht voor dat vaartuig. Op de zee, of vaartuigen die ingeschreven zijn onder binnenwater en zee, zij moeten minstens één vast station aan boord hebben als marifoonstation, als die langer is dan 7 meter, dat vaartuig. En
vaartuigen die enkel geregistreerd zijn voor binnenwater, die moeten op zijn minst één portofoon aan boord hebben, als die langer is dan 7 meter. Maar bijvoorbeeld ook kajuitzeiljachten, ongeacht de lengte, moeten verplicht ten allen tijde een marifoon aan boord hebben. Op de zee weer, als u geregistreerd bent voor de zee en binnenwateren, vaste installatie, enkel op de binnenwateren, minstens handmarifoon. Maar het maakt niet uit wat u heeft. Heeft u een marifoon aan boord, al is het een handmarifoon, al is het een vaste installatie, u moet dat bedieningscertificaat hebben om dat te mogen bedienen. Dus de timing was uiteraard niet zo heel goed. Eigenlijk redelijk jammer, want het BPT kon geen examens afnemen. En plots gaat men iedereen sowieso verplichten, bijna iedereen sowieso verplichten, om een marifoon aan boord te nemen. Maar ja, dus dat kan natuurlijk zorgen voor grote problemen. Dus wanneer dat u een scheepvaartcontrole aan boord heeft en stel u voor, u heeft uw marifooninstallatie, u mag die niet gebruiken, dus alles staat af enzovoort. Maar zorg ervoor dat de installatie wel correct vergund is, want anders mag die apparatuur daar niet aanwezig zijn. En u gebruikt die niet en men vraagt tijdens de controle erover enzovoort, dan moet u daar ook heel eerlijk over zijn. Dit is eigenlijk een vorm van overmacht. U kan er ook niet aan doen dat het BPT in België, dat die instantie uiteraard een achteruitgang, dat zij een achterstand hebben, om het zo te zeggen, met het afnemen van de examens. Probeer zo uw goede wil te laten zien uiteraard, want hoe sneller dat al deze problemen opgelost zijn, hoe liever dat we het hebben. De timing had perfect beter gekund, maar ja, je kent het, in het Belgenlandje, de timing is altijd slecht. We moeten niet heel eerlijk zijn met alles dat ze doen. Maar ja, oké. Hopelijk heb ik jullie dan kunnen helpen voor zij die daar vragen over hebben. Nu, ik persoonlijk, ik heb voor het behalen van het beperkt certificaat van radiotelefonist, of in het kort het VHF, certificaat. Ik heb daar een videoserie van gemaakt. Link naar de volledige serie in de beschrijving van deze video. Voor zij die geïnteresseerd zijn. De videoserie is al 2 jaar oud ondertussen. Maar in de reacties onder de beschrijving zet ik vaak nog wijzigingen. Nota's bij de video, moest er iets klein wijzigen. Het is amper gewijzigd hoor. Dus daar moet u weinig zorgen over maken. Maar bekijkt u de videoreeks. Die is perfect bruikbaar. Mits u ook bij het BIPT de cursus aanschaft. Voor maar 5 euro denk ik dat het ondertussen is. Stuur ze u de recentste papieren versie op. Maar ik ga met u door heel die cursus bladeren, op een digitale manier, om u te laten zien van hoe moet u eigenlijk alles begrijpen en wat is nu belangrijk qua kennis en wat is belangrijk dat u kent en wat niet, uiteraard voor uw examen. Daar ga ik volledig dan met u overgaan in die cursusserie, maar vergeet zeker niet onder elke video, wanneer u die video start, van even de reacties van die video te bekijken, want normaal gezien pin ik dan mijn reactie waar dat mogelijke wijzigingen in staan, pin ik bovenaan, zodanig dat u die onmiddellijk kan raadplegen, als u wat naar beneden scrolt. Maar bent u geïnteresseerd, ga dan zeker naar die videoserie, link in de beschrijving. Nu, dames en heren, bedankt voor het kijken dan naar deze video. En dan is het tijd, denk ik, om afscheid te nemen en tot een volgende keer weer in een volgende video. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.